De nieuwe radiomast in Lopik is met zijn 350 meter het hoogste bouwwerk van West-Europa. Op een betonnen toren van 100 meter staat een stalen koker van 250 meter. De toren bevat 2 FM-zenders en 1 televisiezender en de daarvoor benodigde straalverbindingen. Hoog in de stalen mast is een cabine met de antennes voor ontvangst en doorzending van directe tv-reportages. De koker is door touwkabels aan 3 zijden stevig verankerd. De betonnen toren heeft 25 etages waarin de technische apparatuur is ondergebracht. De technische installatie van de toren is in volle gang. Via een straalverbinding worden de tv-programma's uit Bussum ontvangen en uitgezonden en voorts doorgezonden naar de overige televisiezenders in het land. De radioprogramma's komen binnen via een rechtstreekse kabelverbinding met de studio's in Hilversum en worden vervolgens door de FM-zenders uitgezonden. Wanneer de nieuwe zendmast geheel in gebruik genomen is, zal er een grote verbetering optreden in de ontvangst van radio- en tv-programma's.